Welkom op mijn YouTube kanaal. Wat leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik heel graag met jullie lentebloemen gaan schilderen. Ik wens jullie heel veel plezier. Hallo, dag iedereen. Leuk dat je kijkt. Welkom in mijn atelier. Vandaag wil ik met jullie gaan aquarelleren. Wat heb je voor nodig? Papier, aquarel, een dunne kwast, een potlood. En dan kunnen we beginnen. Vandaag ga ik op een fotoalbum schilderen. Ik zag hem vorige week bij de HEMA liggen. Ik vond hem prachtig. Mooi kwaliteit, heel zacht grijs kleurtje met een strikje en papier van prachtig, mooi dik kwaliteit. En ik dacht, ja, we kunnen natuurlijk hier ook op gaan schilderen. Hoe gaan we beginnen? Ik wil graag vandaag met jullie lentebloemen gaan schilderen in de vorm van een ovaal, in de vorm van een kransje hier. Gaan we schilderen. En dan hebben we eerst een hulpmiddeltje nodig. En dat is een ovaal. We gaan eerst een ovaal tekenen. Ik ga hem nu zo uit mijn losse pols tekenen. Dat doe ik altijd. Maar als je moeilijk vindt en zegt van nou, dit vind ik echt best wel lastig. Dan kun je nog altijd eerst ergens op een andere papier tekenen. Vervolgens uitknippen en dan hier neerleggen en overtrekken. Goed, nou heb ik een ovaal en deze vorm gaan we allerlei bloemen opschilderen. Beginnen we eerst met een tulp. Een tulp. Ik pak een roze tulp. Dus eerst alleen maar bloemen erop schilderen. Geen bladeren, alleen maar bloemen. Een roze tulp begin ik eerst met een kopje. En dan voeg ik ook misschien een andere kleur. Nog een bloem. Nog een tulp, misschien een kleinere. Een andere kleur. Zo, gewoon hier aansluitend aan het ovaal, hè? Aan de vorm zelf. Een tulp heeft natuurlijk ook een ovale vorm. Hè? Je kan ook nog een blaadje, een beetje uitgebloede tulp, een beetje losse blaadjes daarnaast. En dan doen we gewoon willekeurig. Nu aan de onderkant zetten we ook misschien een tulp. Zo op deze manier. Voegen we ook een beetje andere rood. Je kan roze maken, je kan natuurlijk ook geel, wat je leuk vindt. Hier miste ik nog een tulp, hier zet ik een tulp. Tik ik een beetje andere rode kleur erbij in het kopje. Dan komt die wat sterker over. Nou, dan heb ik tulpjes bovenonder en misschien een tulpje rechts ergens of rechtsboven. Niet alles hoeft heel erg symmetrisch te zijn, hè? Zo op deze manier. En dan ga ik vervolgens naar de madeliefjes. Nee, madeliefjes die zijn op. Die krijg ik misschien op een wit papier niet zo erg duidelijk te zien. Maar misschien blauwe druifjes. Oh ja, blauwe druifjes ga ik maken. Waar zet ik de blauwe druifjes hier zo een beetje? En een beetje stippend. Een beetje blauw erbij. Alleen maar bloemen, hè? Alleen maar kopjes, hè? Verder geen blad bij. Die gaan we later als het ware opvullen. En misschien hier ook nog wat blauwe druifjes.
Een beetje trillende bewegingen. Deze is een beetje te turquoise. Je kan natuurlijk ook één soort bloemen nemen. Hè? Kijk, nu neem ik allerlei soorten bloemen, allerlei bloeiende bloemen of bloeiende takken. Maar je kan natuurlijk ook alleen maar blauwe druifjes nemen, hè? In zo'n kransje. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dan krijg je alleen maar blauw en groen. Dat is ook wel mooi hoor. En dan misschien nog een bloeiende tak ergens. Even kijken, waar zetten we die? Nou ja, een tak moeten we toch wel zetten. Hier eerst in bruin. Misschien hier ergens. Zo, en dan mis ik een beetje roze. En dan zetten we hier allerlei roze bloemetjes erbij, zo op deze manier, een beetje stippen, stippen, stippen. Een beetje zacht houden. Hier mag het ook wat meer. Wat meer bloemetjes hier onderkant, bovenkant. Hele zacht roze. Ja, dat is wel mooi. Even kijken, wat mis ik? We gaan nu een narcis zetten. Nou, narcis. Die is op zich wel best wel lastig, maar ja, we gaan hem gewoon lekker proberen. Eerst even met cadmiumgeel, warmgeel, eerst het kopje, zeg maar. Want dat is altijd, het begin je eerst met een kopje. Of de binnenkant van een narcis. En dan met zacht geel ga je de blaadjes rondom zetten. Zie je dat? Op deze manier. Dus op zich is die niet zo vreselijk moeilijk. Nou, dan zetten we nog eentje ergens. Waar? Ja, ik mis hem hier aan de onderkant. Moet je kijken waar je hem wil zetten. Waar mis je? Beetje geel. Dus eerst cadmiumgeel voor het kopje en dan citroengeel voor de buitenste blaadjes, hè? Op deze manier. Mooi, even kijken. Wat mist ik nog meer? Ja, misschien nog meer tulpen. Ik heb hier ook wat tulpjes. Moet je kijken, dit is ook een prachtige, prachtige roze tulp. Dan heb je ook een paarse. Ja, schitterend. De kleuren zijn schitterend. En dan kun je altijd, dus gewoon van een echte bloem even een klein beetje afkijken van, nou, hoe ziet die eruit? Welke kleuren heeft die? Hoe sterk is die kleur? En dan in jouw zomerkransje of een lentekransje, sorry. Hier mag eentje en misschien ook een gele, hè? Of een, ja, want je hebt ook een ergens een mooie gele tulp en misschien ook nog wel een stukje een bloeiende tak ergens hier. Met gele bloemetjes. Even kijken. Ja, een beetje bruin. En dan probeer een beetje variatie aan te brengen in donker en lichtere kleuren.
een beetje licht. Deze is nog een beetje saai, daar moet ik nog een beetje rood aan toevoegen, want dat is een gele tulp. Maar hij mag wat meer kleur. Je kan hier aan geel een beetje rood toevoegen, zie je? Dan wordt hij stuk sprekender hier bij de narcis in het hartje iets meer, zeg maar, oranje. Dat het hartje wat beter naar voren komt. En dan moet je kijken, wat heeft hij nodig? Heeft hij ergens nog iets, een versterking nodig, noem ik dat altijd een beetje. Iets sterker kleur, dus iets meer pigment. Ik vind deze tulpen boven wat een beetje bleek en niet echt goed sprekend. Dus dan voeg ik nog meer kleur. En vooral hier aan het hartje als het ware, of aan de onderkant van de tulp. Waardoor ze wat sprekender uitkomen. Even kijken, misschien wat meer roze. De bloeiende takken, die mogen wat meer roze. Zo op deze manier, is best wel leuk. Nou ja, en wat hij nu mist, dat is natuurlijk groen, hè. Want nu hebben we alleen maar bloemen gezet. En waarom eerst bloemen dan bladeren? Nou, als je eerst de bladeren zet, dan wordt dat heel erg lastig om dan tussendoor nog een hele frisse mooie bloem te zetten. Hoor. Dus eerst alle frisheid en alle kleurige bloemen in het ovaal zetten. En dan vervolgens met groen blad. Hè. En nu gaan we bladeren zetten. Maar eerst even kijken welke bloemen hebben een stengel nodig. Dus daar begin je mee. Eerst de stengels aan de bloemen. En dan pas gaan we met bladeren vullen. Even kijken, mijn blauwe druifjes, die hebben wat blad nodig. Tulpen, die kun je best wel buigen als het ware. Die zijn best wel qua bloem elastisch. Narcis, die kun je ook zo mooi rondom ovaal draperen, noem ik dat, of buigen of ombuigen. Ja, dit is een tulp. Dan moet je altijd kijken wat voor soort blad heeft een tulp. Hè? Zo, eerst een beetje, eerst alle stengeltjes bij de bloemen en dan gaan we pas nog verder opvullen. Zie je dat? Hij is heel erg mooi. Al zeg ik het zelf. Zo'n blauwe druifjes. En je mag meer blauwe druifjes. Misschien wel andere bloemen. Maar goed, dit is een beetje wat je nu buiten ziet, hè? Blad. Even je kwast drukken. Optellen. Narcis. Drukken. En optillen. Je kan natuurlijk ook altijd een beetje blauw aan de groen toevoegen. Dan wordt hij vanzelf donker. Zo aan de onderkant. Wat meer sprekender. Deze manier. Soms heeft het schilderij echt nodig. Hè? En vraagt om wat meer schaduw. Hè? Dat had ik vorige keer in de video met acryl ook verteld, hè, dat sommige dingen vragen om schaduw om wat krachtig uit te laten komen. Ja, hier zo. Nou, ik vind dat hij best wel, dat hij overal stengeltjes heeft. Dus elke bloem heeft een stengel. Want dat is wel belangrijk, hè? Dat het een beetje, dat alle bloemen eigen stengel hebben. Al is dat kort of lang, maar dat het een beetje logisch lijkt als je naar kijkt. Nou, en nu zou ik zeggen, en nu vul ik hem met wat kleinere takjes, wat kleinere, gewoon opvul
blaadjes. Het hoeft niet per se bijhorend bij de bloem, maar gewoon wat groen. Wat extra blaadjes, waardoor hij wat speelser uit komt te zien. Hè? En dan, als je aan het schilderen, probeer niet zo gewoon keurig het ovaaltje af zeg maar te lopen. Maar als het ware een beetje willekeurig. Hè? Als je rechts bent, dan ga je weer naar links. En dan ga je steeds meer bijvullen, als het ware. Nou, ik mis hier heel klein beetje wat kleinere speelse takjes. Zo. Deze manier. Dan kun je hier nog een strikje bij schilderen als je dat wil. Mag, maar het hoeft niet per se. Zie je dat? Een beetje een soort speelsheid door af te wisselen met grotere bladeren en smallere bladeren. Je mist hier wat. Wat meer blauw. Even kijken wat je mist. Misschien hier nog een bloemetje. Dat kan ook nog. Of als je gevoel krijgt van, oh, ik mis hier nog iets. Dat mag natuurlijk altijd, hè? Anders verzin je dat gewoon. Misschien wat kleine losse stipjes hier en daar. Zo, en dan denk ik dat hij helemaal klaar is. Ik vind hem mooi. Ik zet hier eventjes nog fijne pasen. Zo, en dan is de helemaal klaar. Ik wens jullie allemaal hele, hele fijne pasen. Tot de volgende keer. Dag!